Als mensen goed en gezond eten, kunnen ze een gezonde bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land. Woorden van Clyde Fort, voorzitter van de stichting Positive Movement Suriname, TPMS. Deze stichting heeft vandaag, in samenwerking met het ministerie van LVV, een workshop georganiseerd over het biologisch en organisch telen. Het thema van de workshop was moes en groentetuinen, dat is gezond eten. De TPMS heeft van 21 oktober tot en met 23 december 2017 het project Promoten van moestuinen uitgevoerd. Dit is een alternatief voor mensen om het hoofd boven water te houden. In totaal zijn er 17 moestuinen aangelegd. De workshop is het antwoord op dit project. Fort zei bij de opening dat zijn stichting zich niet alleen concentreert op de landbouw. Hoewel ze ons al de organisatie noemen van het landbouwgebeuren, maar dat zijn we niet. Landbouw is slechts één onderdeel waarbij we hebben gezegd, we willen dat de Surinamers bewust worden om gezond te gaan eten. Ik wil mij haasten om te zeggen dat ik de minister van LVV bijzonder en zijn staf, directeur ODL Landbouw, heel hartelijk dankbaar ben omdat ze een stukje vertrouwen in ons hebben gevonden om samen te werken, om de Surinamers inderdaad bewust te maken. Maar dat vertrouwen is niet zomaar gekomen. Want het is via de vicevoorzitter, meneer Bova, die heeft bemiddeld voor ons toen we ons eigenlijk op de kennismakingsronde waren. En hij zei, kom je bel minister Algogi direct, want we zitten daar door in Amabunsani en om ondersteuning. Fort bracht dank uit aan een ieder die gelooft in zichzelf en in de organisatie. De counterpart van de stichting Positive Movement Suriname, minister Suris Algo van LVV, zegt dat hij zijn ondersteuning moest geven omdat het gaat om veilig voedsel. Door veilig voedsel, gezond voedsel, kunnen wij, en gebalanceerd voedsel, kunnen we zeker om bij 80% van de ziektes die bij de mensen voorkomen, zeker onder controle houden. En wij moeten streven dat wij een gezond volk hebben in Suriname. En dat moet zeker bijgedragen worden door gezond voedsel, gebalanceerd voedsel. Organisch landbouw en biologisch. We praten over moestuinen thuis. Wat doet men? Men zegt van alle keukenafval, gras, noem maar op wat aanwezig is, wordt gebruikt daar, men composteert het en men gaat het gebruiken voor het telen van planten. Van je deels van bladgroenten, vruchtgroenten, noem maar op. Samen met andere burgers, samen met de Vereniging van Landbouwers of welke vereniging dan ook, hard te gaan werken eraan, zodat wij Surinamers gaan begrijpen wat het is dat we moeten doen om ons leven in dit land beter te maken. En dat mag kritisch zijn naar de regering, het mag ondersteunend zijn naar de regering, het mag niet uit. Het gaat erom dat we begrijpen dat huilen in de hoek ons nooit ergens gaat brengen. Oppo, dat we rokken en tijdens het werk, dan geven we elkaar de kritische ondersteuning. Maar dat is wat ik vandaag voornamelijk wil meegeven aan alle mensen hier. Tot zover DNA-voorzitter Jenny Simons en daarvoor LVV-minister Algu. Hij drukte de aanwezigen op het hart de focus te leggen op organische landbouw en dat uit te breiden naar biologische landbouw. De workshop over biologisch en organisch telen in Suriname is gehouden in de congreshaal. De doelgroep was vertegenwoordigers van verschillende ministeries, moestuinhouders en kleinschalige landbouwers.